Dit is Gietjerk in de Friese gemeente Tietjerkstadiel. Hier staat een oude schoolmeesterswoning met energielabel G. In een samenleving waar iedereen op de centen moet letten, is het weggegooid geld om voor de mussen te stoken. Daarom bekijkt de maatwerkadviseur waar energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden. Dit is een ongeïsoleerde spouwmuur. We hadden hier verkozen om de muur te isoleren door middel van spouwisolatie. Dit gebeurt er op gaten te boren in de gevel. Hier wordt de isolatie inbracht. Hierna wordt de gaten weer dichtvoegen en zie je er niks meer van. Deze gezin ben oud. Het sluit net meer goed aan, het kiert. We hadden houtrad, er zit nog enkel glas in. In de nieuwe situatie geven we de kazien nek vervangen in combinatie met nieuw glas en dubbel glas, nieuwe panelen erin en kierdichting. We zijn hier op de zolder in de wending aankomen. Hier zien we gelijk de cv-ketel staan. Dit is een oude type ketel waar een water gaat via een geyser nodig. Deze ketel wordt vervangen door een HR-combi-ketel. Dus de geyser komt te vervallen. In deze wending wil ik nog gebruik maken van zonneboiler. Dus dan kun je ooit warm water via de zinnen opwekken. Nog een energiebesparende maatregel om te nemen is vlierisolatie of kruipruimteisolatie. Deze beide maatregelen zijn erg comfortverheugend. Het huis in Gietjerk is een voorbeeldwoning voor alle Friezen. Hier blijkt uit de praktijk dat er veel geld te besparen is met bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe cv-ketel. Maar besparing is niet het enige voordeel. Ook het wooncomfort neemt toe en het huis wordt meer waard. Vroeger werd het echt een koud, onbehagelijke wenning. Nu met de nieuwe glazen, spouwisolatie, vlierisolatie, dakisolatie, nieuwe cv-ketel, is het echt een lekkere, warme wenning worden. In de woning is te zien dat alles erg snel gaat en er nauwelijks overlast is. In heel Friesland zijn 20 lokale consortia met daarin tientallen bedrijven die samenwerken om een huis energiezuiniger te maken. In Gietjerk zijn er 5 gespecialiseerde bedrijven uit de regio bezig. Alles verloopt vlekkeloos dankzij een goede coördinatie binnen het consortium. Ook voor de huiseigenaar is dit ideaal. Voor overleg is er 1 contactpersoon die alles regelt. Het consortium is een samenwerking tussen regionale bedrijven die gespecialiseerd zijn om een woning energiezuinig te maken. En wat heel bijzonder is, is dat het een behoorlijk oud huis is. Het is van 1963. En er wordt op dit moment wordt er een woning van gemaakt die eigenlijk voldoet aan een nieuwbouwwoning. En dan juist dat ook binnen een dag gebeurt. Dus dat het eigenlijk ook relatief makkelijk is. En dat je met de juiste partners dat ook op een hele goede manier kan uitvoeren. Om goed te kunnen berekenen welk energielabel het huis krijgt, controleert de maatwerkadviseur of alle werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. Zo, de controle is uitgevoerd. Alle maatregelen zijn klaar. Dus we kunnen nu officieel het A-label aan deze wenning verbinden.